Goedemorgen. Mag ik u verblijden met een wel heel bijzondere aanbieding? Een grootsteenontstopper, in de volksmond ook wel plopper genoemd, van uitstekende kwaliteit, bedrukt met het logo of de naam van uw bedrijf. Ze gaan in sets van 100 stuks, van 500 gulden, maar ik mag ze u offereren voor de helft van de prijs. Wat zegt u daarvan? Rot op, rioolrat. Zeg, weet je wat u kunt? Zo, wat zegt u daarvan? Hop! Een goede morgen. Nou, niet voor iedereen. Moet je er zien, de ziel. Ze heeft een dakpan op haar kop gekregen. Ai. Ja, ik ben voor alle zekerheid maar even bij de dokter langs gegaan. Nou, dat was maar goed ook. Want ze heeft een lichte hersenschudding. Ze moet absoluut rust houden. Kom maar gauw, lieverd. Dag, meneer. Mag ik me even voorstellen? Ik ben... Groesje. Dag, Groesje. Ik ben... Hey, wat is dit? Ja, ze is wat in de war. Ze heeft een tijdelijk geheugenverlies. Maar volgens de dokter moet dat met een paar dagen over zijn. Dus niks om je zorgen over te maken. Kom maar. Dan moet het dan met Café de Zon? Nou, zo lief. Rico, hè, die heeft zomaar vrijgenomen van de kleinkunst. En hij neemt voorlopig alle honneurs waar. Ze zullen hem op school niet missen, hè, mislukt talent. Zeg, je zou willen dat je het had, meneer de directeur. Zeg jij nou maar niks en let me liever op Groesje. Hé, en mijn werk? Welk werk? Oh, daar krijg ik dus nu een bult van, hè? Die voortdurende neerbuigendheid van jou over mijn zaak. Welke zaak? Oh, ja hoor, ja. Jouw werk is alles, hè. Het mijne betekent niks. Nee, dat komt niet maar binnen en deelt even mee hoe vandaag mijn dag eruit zal zien. Alsof ik geen agenda heb. Kom op, Goes. Wij gaan, want jij past niet in meneers agenda. Bedoel ik toch helemaal niet? Ik wil best op Groesje passen, ja? Ze is bij mij een uitstekende handen. Au. Wat zeur je dan, man? Ik baal ervan dat het niet eens in jou opkomt dat ik het ook wel eens druk zou kunnen hebben. Neem me niet kwalijk, broer, dat ik de hectiek van jouw baan heb onderschat. Dat was geheel onterecht en ik zal het nooit meer doen. Mea culpa, mea culpa. Denk je dat je tijd kunt vinden? Groesje? Groesje. Kijk eens. Gitver! Ja, maar zo vind je het lekker, Groesje. Veel boter. Echt waar? Ja, hoe dikker, hoe liever. Oh, en heet ik echt Groesje? Ja. Gitver! Dat kan het ook niet helpen. Wat doe ik eigenlijk in het dagelijks leven? Zit ik op school? Heb ik werk? Zeg, of jij werk hebt? Je bent net bedrijfsleider geworden van je eigen eetcafé. Café de Zon. Loopt hartstikke goed. Ik weet er niks van. Niet waar ik woon. Niet waar ik werk. Ik voel me zo rot. Zo leeg. Eet dan wat? Nee, dat bedoel ik niet. Ik weet niet meer wie ik ben. Och, meid. Maar dat komt toch allemaal goed? Zal ik jou eens vertellen wie jij bent? Ja. Je bent het leukste en het mooiste meisje dat ik ken. Echt het waar? Ja. En je kan hartstikke goed koken en je bent bijna altijd vrolijk. Wanneer niet? Wanneer je een dakpan op je hoofd hebt gekregen. Nou, kijk nou toch eens hoe prachtig. Als jij lacht, dan heb je van die kittige waardjes. Van die wangen. Ja, dan herinner ik me nou weer wel dat mijn wangen zijn. Maar kom op, vertel me alles. Ik wil alles weten. Ja, je bent heel aardig en medelevend tegen je klanten, behalve als ze te weinig fooi geven. Wat doe ik dan? Nou, moord is een zwaar woord, maar mishandeling dekt de lading aardig. Nee. Ja, die zegt, ja, dat ben jij ten voeten uit. Jij laat niet over je lopen, hoor. Nee. Zeg, hey, maar weet je wat het allermooiste aan jou is? Dat zijn die boogjes die vormen. Zo prachtig. Hoe komt het dat jij zoveel over mij weet? Huub. Hoe komt dat? Huub? Nou, ik zie je dagelijks. Ik ken je heel goed. Ben je mijn vriend dan? Ja! Had het dan meteen gezegd? Hoe lang hebben wij al verkering? Hoe lang al? 6 jaar. Ja, dat is best heel lang. Ja, maar het gaat ook heel erg goed met ons.
Uitslover? Voor jou altijd. Als het in het cabaret niks wordt, kun je nog altijd naar het circus. Ah, daar ben je. Goedemorgen. Wacht eens. Wat is dat? Niks. Een spinnetje. Nee! Weg! 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 Hij beest! Rustig, rustig. Hij is allang weg. Weet je het zeker? Ik zie echt niks meer. Oh, gelukkig. Ik haat spinnen. Goed is hij, hè? Gaat wel. Het is wel heel moeilijk voor jou, hè? Om gewoon eens te zeggen dat iemand iets goed doet. Helemaal niet. Ik zelf doe erg vaak iets goed. Eigenlijk altijd. Corine de Onfeilbare. Ben blij dat je het zelf zegt. Dat maakt het iets makkelijker bespreekbaar. Wat? Dat wat ik met je wil bespreken. Luister. Je bent nu een paar maanden op de buis en wat je doet is niet onverdienstelijk. Al kan het natuurlijk vele malen beter. Maar feit blijft, één hoofd is maar één hoofd en geen twee. Joh, Corine, wat een inzicht. Dank je. Luister. Ik heb dus gedacht om er een tweede hoofd bij te plaatsen. Wacht even. Begrijp ik goed dat ik... Deelpresentatie. Inderdaad, heb je goed begrepen. Vind ik helemaal geen slecht idee. Nee, hoe kan het ook anders? Komt van mij. Een leuke vent van mijn leeftijd? Daar wil ik best samen mensen van nu mee presenteren. Geen man. Een vrouw. Oh, dat vind ik toch wat minder. Wees gerust, het is geen concurrenten. Er zit een wereld van verschil tussen jullie. Ze is dus lelijk? Absoluut niet. Nou, wie heb je dan op het oog? Een intelligente, meer door het leven gerijpte vrouw. Dus ik ben een dom groentje? Helemaal niet. Dat was in het begin misschien zo. Maar onder mijn bezielende leiding ben je heus al een heel klein stukje verder gekomen. Als ik jou toch niet had? Ik ben blij dat je het eindelijk eens weet te waarderen. Hè? Bedoel je dat jij? Et voilà, dat spreekt toch voor zich? Oh nee, no way. Wat weet jij nou van presenteren? Nou, laten we het eens omdraaien. Wat weet ik niet van presenteren? Ik ben met jou alle valkuilen van het vak echt wel tegengekomen, hoor, kind. Achter de schermen is niet hetzelfde als voor de schermen, hoor. Lief, het staat nou toch niet meteen op je achterste benen. Het is een experiment. Een itempje duo presenteren. Wat stelt dat nou helemaal voor? Of ben je misschien bang dat er niets van je overblijft met mij en je zij? That's it. Ik ben weg. Ik ga even naar Goesje om wat spullen voor te halen. En ik zie jou straks wel op de set. Prima. Ik ben een beetje laat, hè? Ik moet nog even ergens naartoe. Begin de voorbespreking maar vast zonder mij. Hé, hey, weet je wat? Ik begin de uitzending alvast zonder jou. Sorry, schat. Er kan er maar één de baas zijn. Baas betaalt.